burgervader Frederik Venisi van de Brokopondo, die geeft aan dat de rust nog niet helemaal teruggekeerd is in district Brokopondo. In long weekend, welke we achter de rug hebben, zouden er nog wat schermutselingen geweest zijn. We spraken hierover met parlementariër Wendel Asadang van de NDP, die aangeeft dat de rust daadwerkelijk niet is teruggekeerd. Maar hij zegt dat hij een oproep plaatst dat de rust mag terugkeren. Want volgens hem is dit niet de manier hoe Marons onderling of onder elkaar met elkaar leven. We voeren nu naar het vraaggesprek met parlementariër Wendel Asadang van de NDP. Je hebt altijd, wanneer je iemand hebt, ik wil hem van eerste, op de eerste plaats de Surinaamse bevolking groeten. Wanneer iemand is overleden, eigenlijk in onze traditie, dan wordt er zo'n beetje ruzie gemaakt. De familie van de overledene. En net wat hij aangaf, wat u mij vraagt, van, dat de rust, dat hij heeft aangegeven dat de rust nog niet helemaal terug is gekeerd. Kijk, ik heb altijd opgeroepen, en ik ga weer die via uw microfoon doen en via uw camera doen, om het is gebeurd, het had niet moeten gebeuren. En ik wil oproepen om niet met het leed van de mensen politiek te bespelen. Ja, het is niet goed. Dat is niet echt maar ons. Wij deden dat niet. En ik wil eigenlijk, kijk, we kunnen het politiek, iedereen wil zo'n beetje proberen te scoren met het leed van die mensen, maar we helpen de situatie daarmee niet. Ik kreeg nu net op Facebook een bericht met een foto van mij erop. Alleen maar om aan te geven waar men bezig is. Dat ik een mail heb gestuurd dat het is goed dat de regering die jongen heeft. De politie of dat die jongeman kwam te overlijden door politiegoochel of whatever. Maar uit een dienstwapen van een van de instanties van de overheid. Die foto die ze gebruiken is een foto waarmee ik een interview heb gehad met Paarboede bij Torari Kapier. En ik kan aangeven, de mensen die bezig zijn, laat ze daarmee stoppen. Ik kan aangeven dat ik nimmer een e-mail wisseling met wie dat ook heeft gehad omtrent dit. Alle commentaren die ik heb gegeven, mensen die de media hebben gevolgd de afgelopen periode, zijn interviews die ik heb afgestaan. Maar nooit en te nimmer heb ik een e-mail naar iemand gestuurd. Wat deze heeft aangegeven, ik schets eigenlijk aan om aan te geven wat kwartwilligen bezig zijn te doen. En dat moeten we vanaf stappen. Hij zei van werkelijk dat de rust nog niet is teruggekeerd. Omdat in het afgelopen week men onverlaten bezig waren geweest om een mast die de stroomtoevoer vanuit Afobakan naar Nieuw Koffiekamp hebben geprobeerd om te saboteren. Dus vandaar dat hij aangeeft van het zal nooit, kijk, het is net nog geen maand dat die jongeman kwam te overlijden. En ik blijf zeggen, we moeten met elkaar praten om de gemoederen te sussen, om ons gezond verstand te gebruiken, om het niet erger te maken dan het is. Ziet al? Mensen die luisteren, lauwe, het is niet goed. Ik zeg niet dat het, ja, we moeten praten, want die man is al overleden of al dood gegaan of doodgeschoten. Dat is het niet. Maar we moeten verder gaan. En een onwerkbare situatie voor ons, voor land en volk creëren, ik denk niet dat niemand daar op zit te wachten. Dus het had niet moeten gebeuren van hieruit nog. Condoleer ik de familie van de jongeman. Het had niet moeten gebeuren. Het is treurig, het is triest. Maar we moeten verder gaan. Ik vind het ook zielig. Want wat we ook zeggen, wat we ook doen, die jongeman komt niet terug. Niet toch? En ik wil oproepen, nogmaals, dat we van dat pad afstappen. Om mensen te besmeuren, één. Maar ook om dingen te doen die voor meer problemen gaan zorgen dan dat we naar een oplossing toe werken. Dus dat wil ik wel kwijt. Maar mag me bespeuren, geen probleem. Mensen zeggen, je gooit niet om, je gaat stokken naar een boom, een manjaboom die geen vruchten draagt. Maar dat is niet het probleem.
we moeten eigenlijk met z'n allen die een rol kunnen vervullen, die een bijdrage kan leveren om de rust te doen wederkeren. En met elkaar gaan praten als er problemen zijn. Er zijn sowieso problemen, iemand kwam te overlijden. Dus er is een probleem. Laten we gaan praten met elkaar om tot een oplossing te komen, zodat dit zich niet meer herhaalt. Ik denk dat dat is waar we met z'n allen naartoe moeten werken. Maar niet om mensen zwart te maken ten voordele van politieke voordeel daaruit proberen te halen. Of politieke munt. Of politiek andere mensen proberen uit te schakelen. Zij die bezig zijn daarmee, dat is voor hun rekening. Maar ik weet voor mezelf dat ik dat nooit heb gedaan. Omdat ik het weet wat een mensenleven betekent. Dus ik zal nooit degene zijn die gaat zitten springen van het is goed dat iemand is overleden. En dan, het is ik ga het zeggen, het is niet hoe Marons omgaan met dit soort situaties. Ik wil het hierbij laten. Als u vragen heeft, kan ik best wel daarop in. Is de multinational, is de productie herstart bij de multinational, voor zover u dat weet? Wat ik heb gemerkt is dat men weer naar het werk, maar productie herstart kan ik nu niet met duidelijkheid aangeven. Maar we hebben geweldig dat er mobilisatie plaatsvindt van personeel. Ja? Dus ik moet wel even met de autoriteiten checken, omdat ik niet zo involved ben met die gesprekken. Het is meer de overheid die dat doet. Dus ik moet even dubbelchecken met de minister en de DC hoe het staat. U zegt de Maron, die is niet zo, heer Asadang. Die dag toen ze hier bij het parlement waren, de manier hoe ze u hebben bejegend, zegt u dat ze dat hebben gedaan omdat ze enigszins verhit waren? Of zegt u dat andere politieke partijen ze daartoe hebben aangezet? Nou, dat is voor die politieke partijen die dat hebben gedaan of dat willen doen. Maar die bejegening, ik kan het begrijpen. Ik kan het begrijpen. Ik kan het begrijpen de wijze hoe men met mij heeft gesproken. Ik kan het begrijpen. Je toch? Niet een week geleden, drie dagen geleden, iemand van je op zo'n een wijze te moeten verliezen. Dan ga je met mensen met mij lopen praten en dan ben je even niet jezelf. Dan ga je misschien dingen zeggen die onder normale omstandigheden je dat niet zou doen. Dus ik kan me plaatsen in de mensen hun positie, hoor. Dus daar niet van. Dus vandaar dat ik zeg van, laten we ons gezond verstand gebruiken. En dan werken naar elkaar toe om dit niet meer te laten plaatsvinden. Als er oplossingen moeten komen voor de vraagstukken, voor de problemen die er zijn, laten we dan werken. Laten we dit moment gebruiken om over die zaken te praten, zodat er een oplossing komt, een duurzame oplossing, zodat we niet meer terug hoeven te vervallen in dit soort situaties. Overige politieke partijen, heer Asadang, met name de oppositionele partijen, die geven aan dat er in feite nooit naar een oplossing is gezocht voor de kleine gouddelvers, de poknokkers. Is dat waar? Hebben jullie nooit voor een structurele en daadwerkelijke oplossing gezorgd? Ik denk dat men geprobeerd heeft en waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Dus sowieso misschien naar tevredenheid van iedereen, maar er is wel gezorgd voor een oplossing. Maar als er blijkt van dat die oplossingen die gevonden zijn niet werken, dan moeten we weer om de tafel komen zitten om te praten, om te kijken hoe we verder gaan. Je toch? Wat zijn de problemen? We kunnen heel veel hieruit halen om dit land te ontwikkelen. Dus het is geen nieuw ding. Het wordt toegepast in het buitenland. Je hebt kleine mijnbouw, je kan niet iedereen werk verschaffen. Maar je moet wel de faciliteiten scheppen voor die mannen. Zodat ze ook werken en ook een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Dus ik van deze kant ook. Ik denk dat de regering bezig is. Ik roep ze ook uit. Om het daarheen te leiden. Laten we daadwerkelijk gaan kijken naar een duurzame oplossing. Voor partijen, voor zij die willen werken en die op een geordende manier willen werken, zodat iedereen die een bijdrage wil leveren op de een of andere manier in de goudwinning, in de kleinmijnbouw, dat kan doen. Maar het moet georganiseerd worden, sowieso moet het aangepakt worden en organiseren voor de jongens. Als er begeleiden is om concessies aan te vragen, laat de overheid dat doen om die jongens te begeleiden om dat te doen, zodat men op een rustige manier, zonder vrees voor mensenleven, rustig aan hun broedwinning kunnen doen.